idee is het oude Friesland, het karakteristieke Friesland, dat wordt gesymboliseerd door de molen. Het heeft zijn echte eigen cultuur en karakter. En het moderne Friesland, het nieuwe Friesland, dat participeert met de rest van Nederland. Dat moderne Friesland wordt gesymboliseerd door die breakdancer. En dat battelen, zoals dat dansen heet in breakdance termen, ja, dat is eigenlijk, staat symbool voor dat elkaar zoeken en met elkaar tot een eenheid zien te komen. Tsjintwurrig wordt er geen film meer maken zonder dat er gebruik maken wordt van 3D computeranimatie. De eerste volslaan computeranimeerde film werd in 1994 gemaakt door Pixar en Disney en heette Toy Story. De NHL biedt in de opleiding CMD studenten de mogelijkheid om deze techniek te leren. Gizo Spijkerman is een van die studenten. Hij werkt hier met Herco Groefsema 5 maanden lang aan een filmpje van Roegwaai 1 minuut, waarin de geschiedenis weer te leren komt. Die molen die bestaat al volgens mij 30 jaar niet meer. Wij zijn naar de bibliotheek gegaan, hebben bouwtekeningen gezocht van de molen die in 1915 of zo gebouwd is. Leek ons echt een authentieke Friese molen. Dus hebben we ervoor gekozen om die bouwtekeningen te gebruiken om het 3D-model na te maken. Een van de belangrijkste technieken waar je bij komt kijken is natuurlijk het 3D-model. Het animeren van het 3D-model en de compositing. Dus het verwerken van het 3D-model in het videobeeld. Dan zit je al op 3. Ja, en kleurencorrecties waar we echt heel veel aandacht aan hebben besteed. Dus je zit eigenlijk met vier technieken. Een van mijn favoriete shots uit het filmpje, dat is het shot waarbij de auto in beeld komt rijden. En de camera die vliegt eigenlijk door het raam de auto binnen. Dat raam hebben we later bij ingeplaatst en we wekken de suggestie dat je daar naar binnen vliegt. Er binnen verschillende vormen van animeren. Zij is de 2D-animatie het meest bekend van tekenfilms als de Looney Tunes. En 3D-computeranimatie is ooit net meer voor te denken uit de bioscoop. Deze twee technieken worden vaak gecombineerd met gewoon videobeeld om een nieuwe realiteit te maken. Dit had ik Jonathan Joosten met zijn robotjes project dienen. Ja, het zijn een beetje opgebouwd uit vierkantjes, cilinders, balletjes, allemaal verschillende onderdelen. Ja, uiteindelijk doen we daar 3 poppetjes. Eentje die de regisseur voorstelde, eentje die de geluidsman voorstelde en eentje de cameraman. Zodat elk facet van Omroep Friesland zo'n beetje als een soort van filmploeg besproken was. Je ziet bijvoorbeeld hier iemand door de zaal heen lopen, want die moest de aandacht van de koeien hebben. Want het moest wel lijken alsof de koeien, dat de robotjes langs de koeien gingen, dat de koeien ook daadwerkelijk naar de robotjes keken. Dus hebben we iemand opgenomen die daar doorheen liep, klappend, om de aandacht te trekken van de koeien. En vervolgens hebben we met een masker die persoon weer weggefilterd en daar de robotjes overheen gelegd. Komt bijna overal in terug. Sommige dingen denk je van wauw, mooi en realistisch en wat mooi, maar heel veel dingen, bijvoorbeeld reclames over auto's. De auto is bijvoorbeeld nog niet eens af, maar de reclame bestaat al. Omdat ze die auto van tevoren al in 3D hebben ontwikkeld. Ze weten hoe die eruit gaat zien. En dan kunnen ze daar de reclame in principe mee maken. Dan kunnen ze er een robot van maken. Rond 1900 maakte de Britse fotograaf Edward Muybridge een van de eerste animaties. Hij deed dat door 16 foto's achter elkaar te spelen. Dit joeg nog wat een schokkerig beeld. Tsjintwurrig weten we dat 24 beelden per seconde een vloeiend beeld houdt. En dat weet ik Eva Hof en haar groepsgenoten. Want zij moesten voor haar filmpje al die plaatjes inkleuren. Het eigenlijke concept was levende stambeelden. In Friesland zijn wel meerdere stambeelden te vinden. En die wouden wij hun eigen leven laten leiden. En een verhaaltje erachter. Of sommigen hebben al een verhaal en dat hebben we een beetje uitgewerkt.
We hebben een shot van de film, zoals dit is een straat in Stavoren. Daar maak je in After Effects even een foto van. Hier begin je mee, het shot van de videobestand. Dit is het stuk wat het vrouwtje doorheen loopt en dit stuk moet ook geanimeerd worden. En uiteindelijk wordt het dan dit. Hier hebben we het vrouwtje van tevoren opgenomen. Natuurlijk moet er een goede belichting bij komen, want dat is wel belangrijk voor bij bluescreen. En we moesten kijken omdat we natuurlijk de voeten er ook bij op moesten krijgen. En je ziet aan de onderkant zit geen bluescreen, dus hebben we die blokken ervoor gebruikt, die hier zo staan. En hier hebben we blauwe, precies hetzelfde kleur blauwe kleed overheen gelegd. Dus ja, en ik was het vrouwtje van tevoren, dus ik ben hier zo heen en weer gaan gebaleerd. Of je een computerneur moet zijn, ja, in zekere zin wel, ja. Ja, je moet, eigenlijk is het heel handig als je autodidact bent en gewoon studeert en leert en leest, net zolang totdat je het kunt. Je hebt zoveel verschillende technieken eigenlijk om dit resultaat te bewerkstelligen, dat je eigenlijk moet weten wat alternatieven zijn voordat je een bepaalde techniek kiest. Het is niet zo dat er echt speciale opleidingen zijn voor een bepaalde techniek. Dus je zult zelf je eigen voorkeur moeten ontwikkelen, je eigen manier van werken. Omdat ik denk dat je dat eigenlijk niet aangeleerd kan worden, maar dat je dat gewoon je eigen voorkeur op los moet laten. Dus je speurt het internet af naar een techniek waarvan jij denkt, hey, die past bij mij. En ga je leren en ga je gebruiken. Het leukste eigenlijk is de suggestie wekken, vind ik toch wel. Je hebt een bepaald idee in je hoofd en het is gewoon op geen enkele manier eigenlijk te realiseren behalve op deze manier. Ja, of je hebt een miljoenenbudget nodig, nou, dat heb je eigenlijk nooit. Dus dat is het leukste om door middel van deze technieken die suggestie te wekken dat het wel degelijk zo bijzonder was als dat je wil doen geloven.